Goedenavond, hartelijk welkom allemaal deze avond. Een hele belangrijke avond voor ik denk heel veel mensen die hier ook zitten. Zeker voor de kinderen die hier achter mij zijn. Ik hoop dat we met z'n allen een hele leuke avond zullen krijgen. Vanmiddag ging het heel leuk, dus dat belooft waarschijnlijk ook wat voor vanavond. Daar heb ik alle vertrouwen in. Het gaat niet zo goed met het Malfoy Koninkrijk hier. King Rocky en Queenie E geven te veel geld uit aan cd's, patat, kauwgom en ijs. De Chief Cash probeert alles in goede banen te leiden, wat niet altijd lukt. Namens groep 8 wensen we jullie veel kijk- en luisterplezier.
minister. Hij heeft een kerstspel. Ah, de Chief Cash. Zou Sophie de Pillen zijn deze nieuwe bezuinigingsnota dat ondertekenen? Bezuinigen? Wat een onzin bezuinigen. Waar moeten wij op bezuinigen? Op alles, majesteit. Geen cd's meer, geen computerspelletjes, geen nieuwe batterij voor de Walcom, geen benzine voor de koninklijke snorfiets, geen patatjes oorlog en die internetaansluiting gaat er ook af. Maar als ze een beetje willen meetellen in de wereld? Wij hebben helemaal niets meer om mee te tellen en dat hoedje gaat ook terug naar de winkel. Oeh, dit is wel een gekke woorden. Rocky Darling, zeg iets van. Ik heb zin in een feestje. Yeah. Let op een party, het wordt weer eens tijd. Let op een party tonight. Daar is al helemaal geen geld voor. Dit neem ik toch niet, Rocky? Luister eens, Steve. Hebben ze dus zelf al een fijn feest gegeven of niet? En als de koning zelf een fijn feest geeft, dan geeft de koning een feestje. Maar majesteit. Kom maar, je doet niet zo flauw. Kingside, small, little, mini party. Kleine feestje voor stookgeld. Denk eens aan de gasten, het eten, de muziek. Yeah, goeie rockmuziek. Heavy. Ik heb een idee. Geef een goedkoop feestje. Nodig maar één gast uit. Nee, dit wordt te gek. We nodigen een swingende gast uit. Maar ja, wie? Als we een dochter hadden, kon mijn krant zijn nodig om met haar te trouwen. Hallo, ik ben Fieke. Ik heb een update voor week 1. Ik zocht er. Dat komt nu eens prima uit. Je kunt meteen die hele internetbusiness er af gooien. Was ik al van plan? Wij zijn namelijk niet geïnteresseerd. Zo, al klaar. Fijn. Maar wat? U bent nu connected op Interplan, het eerste interplanetaire netwerk op aarde. Wie een beetje mee kan tellen, zucht op Interplan. Internet is helemaal voorbij. Werkt hetzelfde, no problem. En als er toch nog problemen zijn, hier is een kaartje. Cool zeg! Waar zal ik een server, jongens? Niet te geloven, dit kan helemaal niet. Zoek eens leuke krantjes op om uit te naar die kwam steeds. Er komt helemaal geen feest. Goed idee, ik een directory maken. Onder welke naam? Wat dacht je van de codenaam B.O.B.? Wauw! Dat kan ook. B.O.B. Wauw. Leuk gevonden. Ik word gek. Geen krant onder koning nu. Staan we koningen? Lessie, koning, king. Hey, kijk, hier staat zelf King Rocky van hier. Wauw. Jongen, wat een koningen. Jongen, nooit geweten dat ik zoveel collega's had. Zoek niet te ver, hè? Nee, ik wil even mijn reiskosten. Wat dacht je van de koning van hiernaast? Goed idee. Nou, dat de krant van hiernaast uit van de blok. Ons dochter is erop te bouwen. Hij heeft helemaal geen dochter in zolder. Loepje, dat weet jij en dat weet ik. Maar dat weet de koning van hiernaast niet. We kennen elkaar niet eens. Daar komt hij nooit achter. Maar dat is bedrog. Dat kunt u niet maken. Wij kunnen alles maken, Chief. Wij kunnen alles maken. Ik doe er niet aan mee. Het is super. Happy. Crazy. Zo'n party is leuk en het kost bijna niets. De print van hiernaast komt gewoon op de fiets. Er komt niets van in. Let's do it. Waarom heb ik dit verdiend? Ga jij maar eens een fax versturen en zet daar maar in dat King Rocky van hier en Queenie E. En Queenie E. de eer hebben om, hoe zeg je zoiets? De eer hebben om zijn oudste zoon uit te nodigen voor een officieel bezoek met het oog op een mogelijke echtverbintenis tussen hem en uw dochter Isolde. Ja, dat is prachtig. Dat is precies nou mijn woorden. Koning van hiernaast zit gewoon een zoon hebben. Maar natuurlijk wel. Een beetje koning heeft een oudste zoon. Wij hebben niet eens een dochter. En wij zijn ook niet een beetje koning. Zij wordt chief. Oh nee, meisje, ik zou niet durven. Ik zou geen zin hebben. Ga die vakken maar besturen. Ik ben het hier niet mee eens. Ik ben het hier helemaal niet mee eens. Eindelijk is het feestje. Rocky, je bent de schat. People, hairstyle en dressdesigner. Here in the mountain, in the deep.
uitvinding. Even maar beter al, zeg ik het zelf. Laat me presteren. Ik heb je daar van Beethoven. Ik hoor niks. Dat is juist prachtig van het instrument. Het is vriendelijk voor milieu en vriendelijk verloren. Het is volkomen geruisloos. Het speelt nooit vals. Luister en hoor het geluid van de stilte. Is het niet fantastisch? Mijn beste Beethoven. Ik wil geen stilte. Ik haat stilte. Ik wil herrie. Vreselijk herrie. Zoveel herrie dat ik hem niet nog niet meer kan horen. Eeuwige saaie gezeur aan mijn kop. Dan hoor ik nog liever wat swingende pop. 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 Is dat vaak versteerd? Natuurlijk, majesteit. En? Is er een antwoord? Zus, dan gaat het niet. Misschien is de koning van die naast niet eens thuis. Misschien komt hij vandaag al niet meer thuis. Sure, man. Maar we hebben nog een hoop te regelen. Nieuwe artiesten zien te krijgen. Muzikanten, rock, hip-hop, house. Hele paleis moet swingen. Enig idee hoe we dat gaan aanpakken? Misschien kunnen we de stafleden op de blok laten spelen? Wel nee, we vragen het gewoon aan Big E. Ooit je iets maken dat zo
dat zo bijzonder is? Zo super, happy, crazy. Denk je dat echt? Ik weet het zeker. Iedereen zal je naam kennen. Iedereen zal over je spreken. Je wordt beroemd. Maar misschien moet je iets anders maken. Iets moois, iets romantisch. Rome is beste Beethoven. Het is een feit. Rome is beste Beethoven. Doe het altijd. Iets romantisch. Ik ga meteen naar beginnen. Buren met de keukenstaaf. Met jam en pindakaas kun je natuurlijk geen buffet maken. Jam en pindakaas? Cool idee! En die duur ook. Weg, weg, weg hiermee. Dit kan je absoluut niet veroorloven. Oké, dan neemt u mee. Dan moet je natuurlijk wel even rekening betalen. Oké, zet daar maar neer. Wat dus heb je nodig in die loontje? Kan helemaal niemand meer iets zelf. Spannend hè, dat de krampus van hiernaast komt? Ja, en dat is een feest helemaal voor hem alleen. Hoe zou hij eruit zien? Hij is vast lang en knap, hij kijkt ontzettend schil, wordt vast al een beetje kaal. Ik heb al gezegd dat de knapste prins hier bestaat. En als je hem kust, verander je in een kikker. Ha, ha, ha. Vanmiddag het feest van de koning. Daar kunnen we onze spullen in zetten? Ik denk niet dat het goed uitkomt nu. Oh.
Algetraterie. Laat maar zien wat jullie kunnen. Dan moeten we het zelf maar weten. Thank you.
precies wat hij wilde. Als hij met deze gitaar een serenade brengt onder het balkon van een mooie vrouw, valt ze flauw van het roeren. Dat werkt snel. Weg, weg, weg hiermee. Ga je wat anders vervelen, ga je iets anders maken, maar ga hier weg. Is het nooit goed? Het is gewoon een beetje uit de rum, weet je. Ja, dan is ze wel mopperig. Laatst ook, ik had een prachtige rok voor haar gedesigned. Rok? Zei je rok? Natuurlijk, rok, dat is het. Dress on me, je bent een genie. Nou, het zal er wel. Maak er iets moois van, hè, Beet? Ga op toespelen. Precies, je neemt de woorden uit de mond. Wie zei dat eigenlijk? Moeten we toch niet een dokter waarschuwen? Wel nee, als je met een briefje van 1000 wakker, komt er zo weer bij. Breng hem maar weg. Je weet waar de bodybos zit, hè? Laat hem toch even kijken, je weet maar nooit. Het is wel waar dat hij ineens ziek is geworden. Hij markeert dat als nooit iets. Een acute aanval van geldkorts misschien? Mooie bol, wie organiseert het feest nou? Ik! Wij! De kinderen! Gelukkig, ik was wel bang dat we niet door zou kunnen gaan. Maar ja, zonder de tief van alles was het een stuk beter. Wat hebben we nu weer niet betaald? Nee hè, het is niet waar. Zeg dat het niet waar is. Pas op, het feest mag niet doorgaan. Wij zijn een geheime organisatie en wij zullen de kroonprins ontvoeren als het feest toch doorgaat. Waarschuw niet de politie, dan ontvoeren wij de kroonprins ook. Niet te geloven. Het staat er echt! Wil jij ook eens kijken? En hoe en wie? Misschien iemand die niet van feestjes houdt? Ja, of ze te duur vindt. Dat kan niet, die is net weggedragen.
Want we hebben
wil optreden. Misschien Anna, die kan nog goed dansen. Ja, dat is een goed idee. Thank you.
dat je gelijk hebt. Blijf af, 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 blijf af! Ja. Ga niet te veel.
ver, hè? We blijven drank hier. Wat een leven. Is er nog een van de optreden te zien? Nou, wel, hang het op even open! Thank you.
Kom, hokkel op. Iedereen lijkt wel op iemand. Bent u de patiënt? Nee, maar hij heeft gelijk. U komt me erg bekend voor. Ik heb een erg algemeen gezicht. Maar bent u de patiënt? Zeg eens aan. Nee. Bijna goed. Probeer het nog eens. Wat, vliegel? Agressief gedrag. Niet in staat eenvoudig woordje na te zeggen. Is hij altijd zo? Geen idee. Poison. Hij is vergiftigd. Hij heeft daarvan gegeten. Tja, als hij er echt van geweten heeft, lijkt me toch beter dat hij even meegaat naar het ziekenhuis. Ziekenhuis? Denk er niet aan. Je krijgt een heerlijk eten. Dan moet ik met zijn vork eten. Dat wil ik niet. Je krijgt een heerlijk zacht bed. Dan moet ik in bad. Ik wil niet in bad. Je bent dus safe. Fijn, vriend. Kidnappers. De hele dag knap je verpleegpuntjes om je heen. Dat maakt me heel moeilijk, maar nee, dank je toch maar. Als het feest toch doorgaat, waarschuw niet de politie, dan ontvoeren wij de kroonprins ook.
Bob, ik heb de brief gevonden. De kinderen hebben hem. Wat doen we? Terugvragen, Scoop. Absoluut terugvragen. Goed idee. Dank je. Hé, dat zomaar niet. We hebben die brief nodig voor onze vraging. Maar ik heb alles verteld. Alles? Echt alles? Wie heeft deze brief aan je gegeven? Wanneer heb je deze brief voor het eerst gezien? Mijn brief voor het laatst gezien. Wie heeft hem aan je gegeven? Waar is hij gepost? Wie heeft hem geschreven? Lag hij in de briefbus? Of op het postkantoor? Op de deurmat. Heb je hem voor zelf geschreven? Hoe heb je hem gevonden? Ik heb hem niet gevonden. Niet geschreven, niet gelezen ook. Ik heb hem gekregen van de chiefkes. Hij heeft hem gevonden. Hij moet op de grond gevallen zijn toen ik vanmorgen de post rondbracht. De chiefkes zei dat hij heel belangrijk uitzag en dat ik hem daarom onmiddellijk aan de koningin moest geven. Als ik zei dat hij een expressbrief was en niemand erachter komen dat ik hem eigenlijk verloren had. Aha. Mag ik nou gaan? Hey Willem, wat ben jij hier? Kennen jullie elkaar? Ja natuurlijk, dat is Willem. Die kom ik elke dag in het park tegen. Dan is het dus niet de kroonprins. Kroonprins? Ik leef als een prins. Hij voelt prins hier. Kroonprins. Wacht. Wie ben je dan wel? Ik heb gewoon. Omdat ik hierheen gestuurd ben om met ene Isolde te trouwen.
en het zag dus helemaal niet zitten. Isolde? Oeps, mijn schuld. Ja, we moesten toch een excuus hebben om hem uit te nodigen. Ja, dat was haar idee. Maar ik vind het cool dat je er bent en maak je maar geen zorgen over Isolde, want die moet geboren worden. Ooit. Dat jullie dat niet door hadden? Wel, hop. Ja, Scoop. Zocht in een andere richting? Precies, wij keken de andere kant op. Absoluut. Maar we zagen wel iets. We hebben iets ontdekt. Een nieuwe ontwikkeling. Het gaat over... deze brief. Deze brief is geschreven op koninklijk papier. In dit paleis dus. De ontvoerder komt uit dit paleis. Absoluut. Hé, wie? Is iemand kwaad op je? Heeft iemand een hekel aan je? Dat horen wij te vragen. Is iemand kwaad op je? Heeft iemand een hekel aan je? Wel nee, ze kennen me hier niet eens. Dan is het om geld te doen. Bij een ontvoering gaat het meestal om losgeld. Losgeld geeft mij mijn handje vast geld. Of beter gezegd, geeft mij het geld al vast. Ah. U gedraagt zich gewoon heel verdacht. Krijgen we dat weer? Ik zie dat u weer beter bent. Hoe voelen we ons? Ik voel me heel erg. Ik zou maar niet te vroeg jagen. Vergift vind ik een heel gevaarlijk zijn. Maar ja, als u zich weer goed voelt, heeft u mij niet meer nodig. Dat is ook makkelijk. Hij moest toch naar het ziekenhuis? Nou, ik denk dat dat niet meer nodig is. Dat is toch met die snor aan de hand? Ik heb last van een acute huidval. Het lijkt toch wel erg. Erg veel rots. Chief Cash? Cool man, is het Chief Cash? Chief Kato! Waarom deze bekleedpartij? Misschien uw handschrift. U wilde de krant niet ontvoeren. Ik wilde helemaal niemand ontvoeren, echt niet. Niet echt tenminste. Maar waarom? Dit feest, al die mensen, de drankjes en snacks, ik kan absoluut niet betalen. U denkt daar veel te makkelijk over. Straks gaat de hele koninkrijk wiet. En daarom zetten jullie op voorring op touw en deed u alsof u vergiftigd was. Anders zouden jullie de brief niet serieus nemen. Bovendien kon ik zo gemakkelijk wegsluipen en als dokter terugkomen. Iedereen zou denken dat de kroonprins vergiftigd was. Iedereen zou willen dat u naar het ziekenhuis ging. Ik kon hem dus gemakkelijk meenemen. Ontvoeren dus. Want nee, ontvoeren is zo'n groot woord. Ik wil hem alleen maar even lenen. En dan? Dan zou ik geld vragen aan de koning van die naast. Ik heb precies uitgerekend wat de feest kost. Laat hem maar voor zijn eigen feest betalen. Hoogst ongebruikelijk. Absoluut. Ja, vrij is dat. Nu is de paard weer mooi in het water gevallen. Helemaal niet. We vieren het alsnog. Er zijn nog snacks. Er is wat muziek. Jammer genoeg ben ik bijna naar huis. We maken er toch een afscheidsfeestje van. Voor dit is wauw. Maestro muziek. Ik weet niet wel hoe het u vergaat, maar ik ben trots op ze. Yeah. En ik vind eigenlijk dat we met z'n allen dat lied nog een keer moeten herhalen. We stemmen hier eigenlijk goed in.
elastieke mag niet nog een keer. Nee, nee. Maar wie ik nog wel eventjes naar voren wil halen, waar ik wel een enorm applaus voor verwacht, dat zijn jullie grote regisseurs. En ik vind dat jullie die ook wel even een zandje mogen zetten. Dus. Ja, want die hebben hier natuurlijk samen met de kinderen enorm veel tijd tussen de middag in het speellokaal. Op de gekste momenten hoorde je weer hier of daar een lied van de musical weer klinken. De laatste weken werd het in de klassen ook steeds meer gezongen. En het resultaat, nou dat mag er zijn vanavond. Fijn dat u daar nu allemaal van heeft kunnen genieten, maar we zijn nog echt niet aan het eind van deze avond. Want we gaan eerst even pauze houden en daarna gaan we door met... Misschien wel moeilijk nog een beetje een officieel gedeelte, maar dat hoort er ook bij als je afscheid neemt van de basisschool. Ik zou zeggen, de koffie staat klaar, de thee denk ik ook, en de limonade wel verdiend. Goed en beetje. Ik zou het ook heel plezierig vinden als groep 8 zometeen zou willen voorzingen hier ontkennen over ons. Ik denk dat het bij ouders wel bekend is, tenminste bij de meeste ouders, hoe het dan verder in zijn werk gaat. Groep 8. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Tot eeuwigheid.